Kevin, gefeliciteerd. Het was nog even billen knijpen voor ons. Ja, dankjewel. Vond ik ook. Van de hele bank, denk ik. Van het hoofdkubo. Ik denk supporters. Maar ik denk dat we toch wel goed terugkomen in de tweede helft. En je weet van tevoren dat dit het spelletje is van Zeemacht. Uitbreken. En ja, dat deden ze zeer effectief. Ja, zie je dat eerst zelf goed, goed klein. En dan wisten wij zeg maar, heel weinig van te maken. Gaan we de kleedkamer in, bespreken ze toch ons coach met ons wat anders. En dat voeren we zo uit en dan zie je de resultaat. Ja. Ga je met 2-0 de kleedkamer in? Wat zegt de oefenmeester dan? Want het was niet goed. Ja, dat het niet goed was. Kijk, het is heel lastig voetbal als de tegenstander heel klein staat. Ik denk voornamelijk dat we niet 100% gaven. In de tweede helft zag je het verschil. Geef 100% en kijk wat er van komt. Ja, want in 2,5 minuut weten jullie die wedstrijd te kantelen. Ik denk dat het ook meer met energie te maken heeft. Met het lopen voor elkaar, het strijden voor elkaar, het verdedigen voor elkaar, aanvallen voor elkaar. Dan zie je het verschil. Ja, dan wordt het uiteindelijk ook nog 2-4. Dan denk je van, die wedstrijd kan naar huis gebracht worden. En dan krijg je toch nog weer die aansluitende treffer van Den Helder. Ja, ik denk dat wij vooral zeg maar, rust moeten houden als wij voorstaan. En dan willen wij toch de bal naar voren spelen. En dan ontscheppen ze die, ja, dan maken ze de 4-3. Als wij meer rust houden in het spel, komt die doelpunt ook niet. Ja. Gelukkig geen schade opgelopen qua punten. Wel weer een tikkie voor Sint-Justen. Ja, zoals Vijs aanvoerder. Een natuurlijk heel belangrijk pion. We gaan kijken hoe het verder met hem gaat. Waarschijnlijk is het een harde tik geweest. Ik hoop dat het snel herstelt en dat we hem snel weer kunnen inzetten. Gelukkig dat de aansluiting met de top 2 gehandhaafd is. Ja, dat is wel lekker zo voor de winterstop. Daarvoor zijn deze wedstrijden zo en ja, je ziet het verschil. Daarvoor zijn we over Cuba, denk ik. In welke gemoedstoestand sta je me te woord, Arjen? Nou, een beetje teleurgesteld, laten we het zo zeggen. En met de nadruk op een beetje. Zeker in de laatste minuut of in de slotfase had er meer ingezeten. En ook in de eerdere fase in de wedstrijd ook wel. Ik denk dat de beste ploeg gewonnen heeft. Over Cuba gewoon een ijssterke ploeg. Maar wij weten hoe ze spelen en zij weten hoe wij spelen trouwens. En ze hadden het er heel moeilijk mee de eerste helft. Want ballen verschoten, heel veel schoten uit de tweede lijn. Is er volgens mij geen uitgespeelde kans geweest de eerste helft. En wij scoren dan 2 keer in de counter. Maar daar hebben we nog wel meer mogelijkheden voor gehad om ze meer pijn te doen ook. En ook begin tweede helft hebben we die mogelijkheden gehad om ze nog meer pijn te doen. Ja, op een gegeven moment vallen de gaatjes. Als de batterij leegloopt, dan vallen er wat gaatjes. En daar maakten ze heel goed gebruik van. In heel kort tijdbestek buigen ze het om van 2-0 naar 2-3. 2,5 minuut. Ja, dat is heel kort. Ja, binnen een minuut of 3. Ja, ja, het zei zo. De vierde is een prachtige goal. Die in één keer op zijn pantoffel neemt van de buitenkant. Ja, weet je. Voelde je voordat de 2-1 viel, voelde je de bui wel een beetje hangen? Want je hadden wel heel lang die 2-0 in de handen. Ja, maar dat bedoel ik ook. Maar wij hebben in die fase hebben wij ook zat mogelijkheden gehad om er een 3 of 4-0 van te maken. Ja, dat verzuim je. En ja, dat verzuimen we zelf. En dat doen we eigenlijk al dit hele seizoen. Dat we gewoon veel te veel kansen missen. En dan vandaag heb je nog niet eens zo gek veel kansen als in andere wedstrijden. Maar dan in de slotfase moeten we druk. Ja, we moeten wel druk gaan zetten. En op zich deden we dat redelijk goed. Want je komt terug tot 3-4. Ja. Kans op 4-4. En in de laatste minuut had je ook gewoon de 4-4 nog kunnen maken. En, mocht niet zo zijn. Ja, het is natuurlijk wederom weer heel zuur voor jullie dat je weer met lege handen staat. Maar dit moet toch de ploeg een boost geven. Dat je tegen de regerend landskampioen en bekerhouder ze toch kan pijn doen, kan martelen. Want het was een martelgang voor Hove Cubo. Ja, dat weet ik. Nou ja, het is een bevestiging meer voor ons. Er is zat zelfvertrouwen bij ons in de ploeg. We hebben heel veel goede wedstrijden gespeeld. En wat ik al eerder ook tegen jou zei. Degene die de meeste bal in het netje schiet, die krijgt de punten. En dat... Dat zijn wij dit seizoen niet. Het wordt tijd dat jullie zelf gaan belonen, hè? Ja, belonen. Maar belonen begint met ballen binnenschieten en dan krijg je punten. Kijk, het voetbal op zich en het creëren van kansen, weinig weggeven, meer kansen creëren dan je tegenstander. Dat zit er wel in, maar dat beseft iedereen wel bij ons. Je moet ze gewoon binnen gaan schieten, punt. We zijn halverwege de competitie. Begint er al een heel klein beetje paniek binnen de vereniging te ontstaan? Of nemen jullie het zoals het is? Nee, we zijn niet in paniek.
Er komen nog zoveel wedstrijden. Kijk, en het is net als wat je zegt, nu tegen Hovo. Volgende week moeten we naar Feyenoord. Nou ja, dan gaan we weer zien hoe het in Rotterdam gaat. En, de enige ploeg waar we van gewonnen hebben dit seizoen. Dus, nee, paniek. Er is geen paniek. We hebben alle vertrouwen in, net wat ik net al zei. Er zijn zat wedstrijden die we kunnen winnen. Als je kijkt naar het aantal kansen wat we creëren tegen wat we weggeven, zijn er zat wedstrijden die we kunnen winnen. En zelfs vanavond hadden we punten kunnen halen. Want het hoeft ook niet altijd de beste ploeg te zijn die wint. Dus. Sander, gefeliciteerd op zijn Hollands gezegd. Het zweet staat tussen mijn naad. Nou ja, het is wel weer een wedstrijd in ieder geval waar alles in zat. Zeker geen goede wedstrijd. Maar ja, wel tot het einde spannend. En dat kunnen we onszelf verwijten. Je weet van tevoren dat dit het spel is wat Zeemag speelt. Hè? Redelijk klein verdedigen, dan loeren op de uitbraak met de watervlugge Albert. Ja, maar nogmaals, dat is ook geen schande. Dat is ook gewoon prima hun kwaliteit. En daar hebben ze er zeker in de eerste helft maximaal gebruik van gemaakt. Ik denk dat als wij in de eerste helft wat scherper zijn, dat de score in ieder geval wat positiever uitpakt voor ons. Maar ja, het was vandaag gewoon even net niet. En dan moet je blij zijn dat we in de tweede helft zeg maar, ons herpakken. Voor een deel herpakken, want het was nog steeds niet goed voor de duidelijkheid. En van een 2-0 achterstand naar een 4-2 voorsprong voetballen. En dan moet je eigenlijk ook geen tegenkomen tegenkrijgen. Nou, dat gebeurt dan wel waardoor het extra hectisch lijkt in de eindfase. Maar uiteindelijk ben ik blij met de punten. Ja, want je wist in die tweede helft zat je heel lang tegen die 2-0 achterstand aan te hikken. Ja. En in 2,5 minuut kantel je dat naar 2-3. Ja, maar kijk, die 2,5 minuten of 5 minuten achter elkaar dat je de bovenliggende partij bent. En ook duidelijk veel kansen creëert en voetballend veel kansen creëert. Hebben we ook in de eerste helft gedaan. Alleen je moet goals maken. Ja. Ja, en niet misschien bewust op de paal, maar voor mij in de eerste helft 3 keer gedaan. Ja, en dan ga je met een 2-0 achterstand ga je rusten. We hebben daar in rust goed en rustig over gesproken. Niemand had er ook een weerwoord in. We hebben gewoon netjes unaniem een aantal dingen op de rit gezet. Iedereen kon daar zijn zegje over doen. En het was eigenlijk binnen 1 minuut was dat unaniem. En ik denk dat we in de tweede helft ook veel beter hebben gedaan. Ja, voor de rest werd er prima gespeeld en bijna niks weggegeven. Even sloeg de schrik om ons hart bij het uitvallen van Sint-Justen. Ja, ja, nogmaals, we zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen. En dat is geen excuus hoor, want ik vind dat nogmaals, we spelen vandaag gewoon niet goed. Maar we zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen. En met blessures en dingen. Aan de andere kant, ja, dat is nu even gegeven. We moeten er even uitpersen tot de winterstop wat het is. Maar dat er in de groep wat pijntjes leven, ja, het gaat hard zo. Hè. We hebben natuurlijk een hoop internationals en het zit allemaal even net niet mee. Ik denk niet dat het zozeer daar direct mee te maken heeft. Alleen ja, die herstellen gewoon even minder snel op dit moment. Ja. En dan is dit even dubbel pech. Hij had al wat last van zijn enkel, dus ik denk dat het even net even iets te veel is geweest voor vandaag. We gaan hem van de week weer oplappen en hebben we volgende week weer een week. Desalniettemin, 3 hele belangrijke punten om de aansluiting met de top 2 te houden. Nou ja, kijk, je moet hier vandaag gewoon een resultaat halen. En wij uit het Noord-Holland zeg maar, weten dat het hier bij Zeemacht uit gewoon niet altijd lekker voetbal is. Laat het heel netjes zijn. Ik denk dat als ze elke week zo zouden strijden en zo zouden spelen, dat ze echt heel veel punten ook nog meer gaan pakken. Laten we ook heel eerlijk zijn. Dus ik hoop dat ze dat ook kunnen blijven opbrengen, want dat is voor Den Helder gewoon prachtig. Wij waren vandaag zeg maar, iets meer gelukkig dan zij. Ik denk dat het op de hele wedstrijd gezien wel terecht is. Maar ja, wij hebben hun wel heel lang geholpen met het idee dat er wat te halen viel. En daar hebben we het van de week nog wel even over met de jongens.